President Desi Bouterse heeft vandaag aan het hoofd van een regeringsdelegatie de ondergelopen dorpen aan de Bovenmarowijnen bezocht. Het staatshoofd maakt van de gelegenheid gebruik om ook andere woongemeenschappen in het gebied te bezoeken. Bigistong is het eerste dorp dat door de president werd aangedaan. Dorpskapitein Sylvester Awachale liet samen met de leerkrachten de situatie op hun school zien. En ondertussen is de hulpverlening vanuit de regering en de samenleving goed op gang gekomen. Ook vanuit KKF is een oproep gedaan op de samenleving om te doneren. Deze actie staat onder toezicht van het NCCR.